Een autoriteit zal in het leven geroepen moeten worden voor behoud en bescherming van monumenten in de binnenstad. Clifton Braam, onderdirecteur van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zegt dat er binnen het PURP-project mogelijkheden worden bekeken om zo'n autoriteit in het leven te roepen. Braam zegt dat het niet zo door kan gaan dat monumenten zoals bronzen kopstukken worden beschadigd of gestolen. In de zaak van het gestolen bronzen kopstuk van Johanna Schouten-Elsenhout, welke voorop op het terrein van CCS was, wordt er nog een politieonderzoek afgewacht. Vanaf we gemerkt hebben wat er is gebeurd, want het gaat niet alleen maar om wat bij CCS is gebeurd. We hebben het ook gezien natuurlijk elders. Op een heleboel plaatsen zijn dingen vernietigd. En we hebben meteen gesproken om te kijken van hoe kunnen we dit soort dingen gaan vervangen. Maar niet alleen maar vervangen, het gaat nu meer om een stukje bescherming. Hoe gaan we deze dingen beschermen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat vandalisten niet meer met de spullen ervan doorgaan? En op dit moment in het kader van PURP, zijn we bezig te praten over een authority welke moet komen voor onze historische binnenstad. En de authority zal natuurlijk daarover gaan. Dus, maar we zijn in een vergevorderd stadium daarover. Het beeld van Johanna Schouten-Elsenhout is afgelopen mei meegenomen. De Nationale Vrouwenbeweging, de NVB, schonk dit kopstuk aan de Surinaamse gemeenschap op 8 maart 2011 ter ere van de vrouw.